Oké, meiden, allemaal een stapeltje. André Goud heeft in Klaaswaal een netwerk opgezet van mensen die anderen willen helpen. Nu wordt er druk geflyerd om iedereen te laten weten dat ze er zijn voor dorpsgenoten die hulp nodig hebben. Het coronavirus is natuurlijk vrij besmettelijk voor ouderen en COPD-patiënten. En Klaaswaal zit daar wel vol mee. Dus we dachten van, nou, laten we dat doen. Een flyertje gemaakt. En de eerste mensen maken al gebruik van de hulp. Ja, op de Julianastraat. Ja, prima. Komt er zo iemand even een boodschappenlijstje ophalen? Dan gaan we dat even regelen. Als ze dan bellen, dan hebben we genoeg mensen momenteel die zich aangemeld hebben om boodschapjes te doen. Hondje uitlaten, noem maar op. Dus of een goed gesprek door de telefoon. Of als ze de bezorgers zijn. Of misschien als het verder gaat dat de zorg minder tijd voor zich hebt en ze zijn gevallen. Gewoon bellen. En dan zijn wij er. Ik zag dat laatst dan in de supermarkt en dan staat zo'n oud vrouwtje staat bij de brood en het is er niet meer. Het is natuurlijk een hectisch gebeuren momenteel. Als iedereen dit zou doen in heel Nederland, dat zou fantastisch zijn. Want aan Nederland hebben de ouderen, die hebben Nederland gemaakt. Dus nu gaan we dus voor de ouderen zorgen.